De volgende gast, dames en heren, meisjes, is deze dame. Wauw. Wat goed is dit? Ja, daar gaan we. Ja, daar gaan we. Make you feel like you were my own. Ja, dat is wel weer. But each time I tell myself that I think I had enough. Well, I'm gonna show you, baby. Wat een geluid, zeg. Dat was ik. Dat was jij. Ik word zo weer blij als ik dit zie. Ja, hoezo? Ja, echt. Gewoon dat beeld en dat gevoel wat ik toen had. Hoe ben je naar het podium opgestapt? Heel zenuwachtig. Ja. Ik was echt een debiel. Gewoon echt verschrikkelijk. Ja, ik zat te trillen en ik zei ook tegen mijn vocal coach, ik zeg, nou, als ik nu het podium op ga, ik moet kotsen. Waar ga ik dat doen? Ja. Weet je? Dus op echt aankijken, zei, doe normaal. Weet je? Ja. Het ging niet goed met me. Maar goed, het is er goed uitgekomen als ik zo terugkijk. Het is ook uiteindelijk wel leuk gegaan met je in die show. Goed dat je er bent. Leuk dat je er bent trouwens. Erg fijn. We hebben veel vragen voor. We hebben ook vragen van fans van je. Ah, leuk. Drie jeugdige fans, die hebben drie vragen gesteld. Maar die denken dat die in het gesprek vanzelf wel voorbij komen. Maar dan roep ik wel even dat ze van hun zijn. Waar kom je in terecht? In een heel andere wereld. En ik ben ook wel veranderd als persoon eigenlijk door het programma. Want je komt met zoveel mensen te werken gewoon die diezelfde passie delen. En die dat allemaal willen doen. En ja, dat is gewoon een band. En ik was daar eigenlijk liever dan dat ik thuis was op een gegeven moment. Dan ging ik gewoon eigenlijk naar huis. Als ik naar Hilversum reed. Maar wat is de andere wereld? Wat is dat inderdaad dat je met zo'n hele groep zo'n programma induikt? Want tussen die auditie en die battles, daar zit een flinke tijd voor. Daar zat een hele lange tijd tussen, ja. Inderdaad. En ja, na de auditie was het eigenlijk meer afwachten tot wanneer je op tv komt. En daarna ging het wel groeien, want hadden we de battles opgenomen. En na de battles ga je natuurlijk door en dan kom je... Ja, dan kom je in die flow. In het ritme van ook naar die live uitzending. Ja, ja, inderdaad. En dan zit je gewoon in die live shows zit je er gewoon... Ieder uur van de dag ben je ermee bezig. En ook als je gaat slapen. Ja. Ik heb een stukje van je gelezen. En daar riep je op een gegeven moment, dit is hogeschool. Dit is muziek maken 2.0. Ja. Een heel andere manier van benaderen. En wat is er anders? Ten opzichte van hoe je het gewend bent. Ja, tuurlijk. Maar ik ben heel anders gaan kijken naar de muziek. En ja. Het was voor mij ook een soort van zoektocht naar mezelf. Omdat ik, ja, ik ging een beetje blanco in. En ik dacht, nou, we doen dit gewoon eventjes. Maar eigenlijk nog niet nagedacht van, naar welke kant wil ik nou eigenlijk op? En daar ben ik wel echt bewust van geworden van, oké, dit wil ik nu gaan doen. En nu heb ik gewoon voor mezelf echt een plan. Dat was ook iets wat jouw coach al zei, hè? Je bent op zoek naar jezelf, min of meer. Ja, inderdaad. Marco was daar heel erg mee bezig. En dat was voor Marco ook lastig. Ja. Want iedereen eigenlijk in Team Borsato had al zoiets van, nou ja, dit ben ik, dit gaan we doen, weet je. Of de meiden dan, dit zijn wij. En... ja, je gaat er met een idee in natuurlijk. Dan denk je, ja, goed, dat en hoppatee. Ja, nee, en bij mij was dat gewoon heel lastig. Want ik vond eigenlijk alles leuk. Ja. En dat is best moeilijk om daar dan... Dan moet je keuzes maken. Ja. Die keuzes, daar kom ik straks nog op. Ja, want dat fascineert me dan wel weer. En niet alleen mij, maar meer van mensen die ook die ik om me heen gesproken heb. Die zeiden van, kom er straks op. Ja. Eén van de vragen van Marin, een van je jeugdige fans. Ja. Waarom koos je voor Marco Borsato?
Nou, bij Marco had ik gewoon gelijk... Ze draaiden allemaal, hè? Ze draaiden allemaal, ja. Ik ging erin en ik had gelijk al zoiets... Oké, stel dat ze allemaal draaiden, ga ik voor Marco. Omdat ik gewoon bij Marco een heel goed gevoel had van... Die gaat voor mij knokken, hoe dan ook. Maakt niet uit wat hij ervoor moet doen, weet je. En hij gaat gewoon met het mes op tafel en dat heeft hij ook gewoon laten zien. Ja. Hij heeft het waargemaakt wat hij gezegd heeft. Absoluut. En dat doet hij nog steeds. Ja, doet hij nog steeds inderdaad. Ja, want jullie zitten in de studio. Ja, wij zijn in de studio gedoken. Ja. En samen met Douwe Bob. Ja. Want in het programma, zeg maar, mocht je een eigen liedje gaan schrijven. Ja. En dat moest je dan met een singer-songwriter gaan doen. Ja. En mijn keuze viel gelijk op Douwe Bob. Want die zat bij mij op... ik heb een muziekopleiding gedaan in Amsterdam. Ja. En hij zat op diezelfde school in het jaar dat ik er ook op zat. Dus wij konden elkaar al. En hij heeft toen met het programma meegedaan... de beste singer-songwriter van Nederland. Ja, met Belen. Ja, inderdaad. Ja. En ik vind gewoon zijn muziek hartstikke mooi. En ik dacht van ja, ik vind het zo mooi wat hij doet. En ik wil heel graag dat hij voor mij gaat schrijven. Ja. En zo gezegd, zo gedaan. En we hebben het na de voice nog eens opgenomen. Ja, pas. Verleden week of zo, twee weken terug. Vorige week dinsdag. Met Arnold zag ik je zitten. Inderdaad. Vraag van Jente. Waarom deed je überhaupt auditie? Überhaupt auditie, ja. Waarom ga je meedoen aan zo'n programma? Je gevraagd? Ja, ik ben gevraagd door ze. En al een paar jaar lang zeiden ze van... Nou, The Voice, de mensen achter The Voice. Ja. En die hadden al zoiets van... Ja, waarom wil je een keer gewoon meedoen? Want je bent hartstikke goed en... Ik had altijd zoiets van, ja, die programma's, het zal wel, weet je. En nu dacht ik, ja, het is gewoon belangrijk dat mensen je gaan zien. En ja, dan kan ik wel in het dorp blijven spelen, maar daar... Maar als je verder wil, dan moet je een pad hebben. Ja, dan moet je gewoon iemand hebben die je daarbij helpt. En dat was voor mij wel echt duidelijk The Voice nu. Ja, goed. De keuzes die je gemaakt hebt, de muziekkeuzes, de nummers die je... Ik kreeg op een gegeven moment het idee, en ik zeg meerdere mensen met mij van... Waarom neemt ze dit nummer nou? Als je nou jouw auditie had gezien... En dan zag je bijvoorbeeld het nummer ook... was het Hamas Pastor Liberatie? Ja, Michael Bolton. Dat was volgens mij je tweede... voordat je uitgezakeld werd. Ja, dat was de voorlaatste was dat, zeg maar. De voorlaatste was inderdaad. Ik dacht, nou, je kan... Doe dan naar de Little Piece of Art, dan in het kwadraat. Ja, nee. Ik wilde namelijk juist die andere kant laten zien. Ja. En heel veel mensen die gingen zeggen... Die zagen me echt als die rockchick. Ja. En... dat ik weer met een leren broek op podium zou komen lopen. Ja. En ik had meer zoiets van, ja, ik wil nu ook gewoon laten zien... dat ik ook wel een heel klein, lief meisje ben, eigenlijk, van binnen. En dan pak je hou maar zo'n poster liever daar. Vreselijk moeilijk nummer is. Ja, het is een heel moeilijk nummer. Ja. En, want je hebt voorrondes bij de Voice. Ja. En ik moest dat liedje toen al proberen, zeg maar. En toen hadden we dat al geoefend. Ja. En dat was voor ons echt wel zoiets van, ja, het is wel een hele mooie plaat. En daar zijn we eigenlijk altijd weer op teruggekomen... Ja. En toen dacht ik gewoon van, dit moet ik gewoon doen. En voor mij zat er ook een verhaal aan vast. Ja. Dus ik dacht, dit is gewoon perfect. Om dit Want de tranen kwamen daardoor? Ja. Door het verhaal wat er aan door vast zat? Door het verhaal dat er aan vast zat. Waar ik niet over uit ga laten. Hoeft ook niet. Nee, maar niet uit de frustratie van dat je hem net niet pakt op bepaalde momenten. Nee, want ik dat was... Dat je kwaad was? Nee, ik was heel verdrietig al omdat ik het liedje aan het zingen was. Ja. En ik brak al dat ik aan het zingen was. Dus ik dacht, Mel, come on, weet je, nog even. Dus dan ga je nadenken. Ik ging nadenken. Ja. En toen was ik eigenlijk er helemaal uit. En ik wilde eigenlijk al heel lang janken, zeg maar. En dat was toen op dat moment. Dat was niet zo'n goed plan. Hoe hoog is die spanning? Heel hoog. Ja, dat kan ik niet echt uitleggen. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest dat ik daar was. Maar is het die live shows lijken me killing. Ja, want je wordt, zeg maar... Oké, even kijken of alles goed zit. En je bent geen persoon meer op dat moment. Je bent gewoon een object dat podium op moet. Ja. En dat vergt gewoon heel veel van je. En ja, die spanning is gewoon ongelooflijk. Want je wordt, zeg maar, dat podium opgegooid. En dan sta je daar en denk je van, oké, maar nu moet ik het gaan doen. Terwijl je eigenlijk niet meer dat relaxte wat je daarvoor eigenlijk had, dat is er niet meer. Nee, want het is intiemer. Ja. Dit is groot, veel... Live, licht, geluid. En dan moet het op de seconde is het uitgeregisseerd, denk ik wel eens. Ja. En het moet kloppen. En het is helemaal stil. Want je hebt donderdagavond, zeg maar. Of donderdag de hele dag heb je de repetities. Ja. En dan wordt de hele show, zeg maar, gedaan. Ja. En dan is het helemaal stil. En dan sta je echt zo van, fuck. En dan begint het. Ja. En dan moet je er wel staan. Ja. En als je er niet staat, dan ben je weg. Ja. En is dat anders? Jullie hebben ook op een gegeven moment die gezamenlijke openingen.
Ja. Drie, vier, dat lijkt me dan wel weer lekker. Dat is heerlijk, want dan heb je het podium weer eventjes gehad. En dan ben je weer beter al geweest. Ja. En dan ben je er weer even aan gewend. En dan kun je gewoon relaxed het podium opstappen. Helder. Wie was jouw favoriet? Van The Voice? Ja. Dit vind ik echt lastig. Als je mocht had mogen kiezen? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik vond David gewoon sexy. En Duncan ook. Ja. Ik had het gewoon met hun geluiden. Twee jongens, ja. Ja, ja tuurlijk. Ja. Dat ben je meisje. maar dat... Oké, die twee jongens dus. Ja. Jij gaat weer optreden. Tenminste, dan kom je eruit, laat ik het anders zeggen. Je komt eruit, je gaat eruit uit zo'n programma. Terecht of onterecht. Prima, het is klaar. Mm-hmm. En dan? Rust? Ja, geen rust. Meer een soort van val, gewoon een kuil. Waar je... Het is in ene, is het weg. Ja. En dan zit je thuis. En ik werd daar ook niet blij van dat ik thuis zat. En ik denk dat ik... Want ik moest dat ik eruit lag, moest ik ook echt huilen. En viel ik echt bij Marco in zijn armen zo van... En nu, weet je, dat was het meer. Het was want niet je zit weken in een flow. Je zit weken met z'n allen. Ja, een half jaar zelfs. Ja. En dat is gewoon echt... In ene valt dat gat. Weg. Echt het zwarte gat. Ja, echt. En Eugene had daar geen last van, zeiden ze. Maar ja, dat zijn de winnaars natuurlijk. Ja. Dus dan... Die hebben gewoon heel veel te doen. Ja. En bij ons was het gewoon echt weer eventjes... Oké, en nu met beide benen sta je weer even met beide benen op de grond. En wat gaan we nu doen? Dus dan moet je een plan gaan maken... Ben je dan even niks meer? Heel erg een vraag. Ja, maar als je voor je gevoel dat je dan ineens denkt... Dan stap je je huis in, je komt thuis... en dan zit je plofje op die bank en denk je... En nu? Ja, dat wel. Ik had wel het gevoel van... Ja, nu is het afgelopen en wat gaan we nu doen? Ja. Want dat lijkt me het moeilijkste. Dat je denkt, hoe ga ik hier... Wat moet ik nou heen? Wie moet ik... Ja. Nee, ik heb gelukkig wel heel veel mensen om me heen die mij dan opvingen. En dan gewoon van, oké, Mel, nu moeten we weer een plan gaan maken. Ja. Want we moeten verder. En dat was voor mij gewoon wel echt heel relaxed. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben, die meedoen met het programma. En dan is het gewoon in ene eigenlijk een beetje klaar. Ja, weg met de aandacht, weg met de druk, weg met de spanning. En dan zit je thuis en dan, dat was het dan. Dat is het dan. Ja. Wat is het plan? Het plan is nu om de single sowieso uit te gaan brengen. Ik weet dan niet precies wanneer, maar sowieso. Ik post alles op mijn Instagram, op mijn Facebook, Mel Music. En alles wat ik weet, wat ik mag zeggen, dat zet ik daarop. Dus daar kan iedereen gewoon op volgen. Ja, maar er is een plan. Er is een plan. De single sowieso. In eerste instantie. Ja. Album? Ik ben gewoon zelf bezig met schrijven en ik wil gewoon wel die singer-songwriter kant op. Ja. Dat vind ik... Het allerleukste om te doen. Het ligt je het beste, denk ik. Ja, maar dat vind ik echt het leukste om te doen. En daar wil ik gewoon in verder gaan werken. En, veel optreden. Veel optreden, inderdaad. Veel spelen. Heb het je veel opgeleverd? Ja. Ja, zeker. Naamsbekendheid is gewoon echt heel belangrijk in nu. Vooral in deze markt. Dus ze kennen Mel, denk ik wel, nu een beetje. Ze kennen Mel wel. Ja. Ja. Maar veel optredens, veel publiek. Nou, in Volendam, dan komen we meteen bij de derde vraag van Danielle. Ja. Wat vind je ervan als mensen tijdens je optreden door je heen praten? Dat is nogal een dingetje. Ja, dat is hier een dingetje. Dat is hier een dingetje. Dat is echt een groot dingetje. Ik heb een keer bij, volgens mij in de Jozef was, ik weet begon niet meer welk evenement het was, heb ik je op zien treden. Iedereen die ging gewoon zijn eigen dingen. Jij stond met je gitaar op het podium. En dan was het klaar en dan was klap, klap. En volgende nummer. Ja. Dan, de focus niet. Nee. Mensen gaan gewoon... Ik denk ook gewoon omdat het een beetje normaal is... omdat heel Volendam muziek maakt. Ja. Dus dan is het niet meer bijzonder wat je doet. Een soort achtergronddeuntje. Ja, dat is het mee. Je bent een beetje muzikaal behang. Filling, noemen we het altijd. Ja. En het is ook wel leuk. Want ik vind het ook wel een uitdaging... om dan juist die Volendammers mee te krijgen. Ja. En als ze dan wel kijken, dan heb je zoiets van... weet je, ik krijg ze mee. Ja. Dus ik weet niet. Ik denk dat je het meer als een uitdaging moet gaan zien. Ja. Ik kan me wel voorstellen, maar probeer het even. Zijn er. Ik ben door het gesprek heen met je. Nog 1000 vragen, maar dan zitten we hier nog 3 kwartier, denk ik. Ja. Jouw missie is dus de single. Je weet niet wanneer. Mensen kunnen dus gaan volgen op Facebook. Mel Music. Mel Music. Instagram zitten we op 1. Op 1 zitten we. Kijk, zitten we. 1, Mel Music. Mel Music. Mel Music. Instagram... Ook Mel Music, alles Mel Music, dan vind je het vanzelf. Mel, bedankt. Succes verder. Dankjewel. Dankjewel.